Na een onstuimige nacht met westerstorm is het nu wat rustiger aan het worden. Er is wel veel bewolking nog steeds en met name in het noorden van het land valt er een enkele bui. Temperaturen liggen tussen de 11 en de 13 graden en er staat een matige tot krachtige wind langs de kust nu nog eventjes hard. Vanmiddag wordt de bewolking weer dikker vanuit het westen en gaan er een aantal buien vallen en ook de wind die trekt aan. En vanavond is het dan weer ronduit onstuimig langs de kust. Er komt een stormachtige wind te staan vanavond, windkracht 8. En ook kunnen er zware windstoten voor gaan komen, tot zo'n 95, misschien wel 100 kilometer per uur. Temperaturen blijven vanavond wel hoog. Vannacht valt er ook nog wel een enkele bui en ook morgen is die kans aanwezig. In het zuiden van het land wordt de bewolking dikker en gaat het enige tijd regenen. Temperatuur ligt tussen de 12 en de 14 graden bij een iets afnemende wind, die matig tot krachtig wordt uiteindelijk. Vrijdag lagere temperaturen, dan zo'n 8 tot 10 graden, en er valt lokaal een bui. En in het weekend wordt het nog frisser, maximaal liggen dan zo tussen de 5 en de 6 graden. Er vallen een paar buien en daarbij is kans op natte sneeuw, vooral in het oosten van het land. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.